Nou, nogmaals, goede avond. Fijn dat u er allemaal bent. U bent eigenlijk de uitverkorene. U mag hier allemaal aanwezig zijn. Moet gaan kijken mee via NPO Politiek of via de website van Elsevier. En dat begint nu ook zo'n beetje. Nog even de regels van de corona, want die houden we hier aan. Niet omdat het kabinet het verplicht of RIVM, maar omdat we zelf eigenlijk vrijwillig ons eraan willen houden. Omdat niemand besmet wil raken met het virus. Dat betekent dat u blijft zitten, dat betekent dat u geen handen geeft. En dat betekent ook dat we 1,5 meter afstand houden. Na afloop van de lezing bieden wij een drankje aan. Dat drankje wordt naar uw stoel gebracht, dus er wordt gevraagd wat u wilt drinken. En dan krijgt u het aangereikt door iemand van de Rode Hoed. U mag natuurlijk ook na de lezing naar huis gaan om iets anders te gaan doen. Maar als u hier blijft, dan krijgt u een drankje. Mijn naam is Renno Jouwstra en als hoofdredacteur van Elsevier Weekblad heet ik u van harte welkom bij deze 12e HJS Scholezing. Een bijzonder woord van welkom aan oud-minister Peijs en oud-minister Scho en aan Anne de Haas. En uiteraard ook welkom aan de mensen die thuis of elders meekijken via NPO Politiek. De HJS Scholezing is genoemd naar HJS Scho, de voormalige hoofdredacteur van Elsevier. En hij zou dit jaar 75 worden, maar helaas is hij in 2007 op 61-jarige leeftijd overleden. Nadat hij hoofdredacteur was van Elsevier, van 93 tot 99, was hij een jaar lang lid van de hoofdredactie van de Volkskrant, om daarna door te schuiven naar het Weekbladpers, waar hij directeur en uitgever werd van Vrij Nederland, Opzij en Psychologie Magazine. En met de HJS Scholezing, die dus een eerbetoon is aan onze voormalige hoofdredacteur, pretenderen wij eigenlijk het parlementaire jaar te openen. Het is vandaag de eerste dinsdag van september. Nog 3 weken te gaan naar de derde dinsdag uiteraard. Een opening van het politieke seizoen, waarvoor we meestal een spraakmakend politicus uitnodigen, die dan een betoog houdt hier of in Den Haag, en dat noemen we dan na je schoollezing. Over 1,5 jaar zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer, en het leek ons niet gepast om nu een keuze te maken voor één politicus, omdat je dan al snel de associatie krijgt dat Elsevier die partij of die persoon steunt. Anders dan in Amerika, waar media altijd een keuze maken voor een politicus bij de verkiezingen, de zogeheten endorsement. Dat hebben we natuurlijk in Nederland ook wel gedaan tijdens de verzuiling, maar dat doen we al lang niet meer. En wij vinden althans bij Elsevier dat de lezer zelf wel goed kan uitmaken op wie hij stemt of zij stemt. Dus dat doen we niet. Dus we hebben gezocht naar een alternatief. Iemand die wel advies geeft aan de politiek, maar zelf toch een buitenstaander is. Een beetje boven de partijen staat. Niet de koning, maar wel iemand die erop lijkt. En het grappige is natuurlijk dat toen die naam bekend werd, konden we deze zaal eigenlijk 2 keer uitverkopen. Want blijkbaar is er toch gezag bij deze persoon. En die dan toch als buitenstaander iemand is waarnaar geluisterd wordt. En dat is wel boeiend om te zien dan. Maar goed, de zaal kan niet uitverkocht worden, want we zijn nu al vol met ongeveer 65 mensen. Het is niet anders, het is treurig, maar het is waar. Gelukkig kunnen dus veel mensen meekijken en dat is alleen maar goed. Vragen stellen kan ook na afloop nog. Als u kijkt, kunt u uw vraag per mail sturen naar vragen@ewmagazine.nl. Dat staat hier achter mij. En EW is de nieuwe naam van Elsevier Weekblad. De spreker van vanavond, nogmaals, is dus iemand die buiten de politiek staat, maar wel de politici adviseert. Hij studeerde in Groningen economie, werkte daarna bij de Nederlandse Bank, werkte ook enige tijd bij het ministerie van Financiën, plaatsvervangend tesorier-generaal, ook bij het IMF, dat denk ik dat het in Washington was. Hij heeft ooit een marathon gelopen in 3 uur en 13 minuten, wat bijzonder knap is. Hij houdt van de Rolling Stones, daar kan je al andere dingen over denken. En heeft ook vele nevenfuncties, maar daarover gaat het vanavond allemaal niet. Hij zal spreken als president van de Nederlandse Bank. Hij is in 2011 is die Nout Welling opgevolgd. En hij is volgens mij de 18e president sinds de bank begon in 1814 zal het geweest zijn. 18 presidenten, dat is niet zoveel. Volgens mij is het enige andere instituut in Nederland wat minder leiders heeft gehad, is volgens mij de Koninklijke Bibliotheek, die geloof ik aan nummer 14 zit. Dus daarmee is het een beetje te vergelijken.
Dames en heren, we zijn met weinigen. Dus als ik u straks vraag voor uw aandacht en uw applaus voor het spreken van vanavond, dan moet u extra hard klappen. En dat ga ik nu doen. Dames en heren, graag uw aandacht en uw applaus voor Klaas Knot. Zo, dank voor deze aardige woorden en die 6 minuten op de marathon, die hebben we toch maar weer mooi binnen vanavond. Dames en heren, het is mij een grote eer om hier vanavond deze H.J. Schoo lezing te mogen geven. Ik moet er ook bij zeggen dat ik het best wel een dappere keuze vind van de organisatie om mij hier een uur lang op u los te laten. Op YouTube circuleert namelijk een filmpje waarin ik door het programma Buitenhof word geïnterviewd. En terwijl ik aan het woord ben, verschijnen er allemaal tekstblokjes die proberen uit te leggen wat ik nu eigenlijk zeg. Een soort ondertiteling dus. Nou, die luxe die kan ik u vanavond hier helaas niet bieden. Nou lijkt u mij ook wel een publiek wat aan kan. Maar toch zal ik proberen om de technisch-economische taal zoveel mogelijk te vermijden. Ik heb Hendrik Jan Schoo persoonlijk niet gekend. In de voorbereiding op deze lezing ben ik me dus gaan verdiepen in de man en in zijn werk. En al lezende vroeg ik me wel af wat hij er zo van gevonden zou hebben dat een president van de Nederlandse Bank de lezing geeft die zijn naam draagt. Schoo was namelijk vooral een politiek denker met een haarfijn gevoel voor brede maatschappelijke ontwikkelingen. De economie had in zijn werk geen prominente plek. Maar er viel me ook nog iets anders op. En ik citeer hier uit het portret wat Marc Chavan van hem geschreven heeft. Schoo was een self-made man, afkomstig uit een gewoon milieu. Zelf, tegen wil en dank in de elite beland, bleef hij vooral begaan met de risico's die gewone mensen bedreigen. Einde citaat. En die laatste zin, die bleef bij me hangen. En ik realiseerde me, dat is eigenlijk het werk wat ik doe. Het beheersen van de risico's die de gewone mensen bedreigen. Of preciezer gezegd, de financiële risico's beheersen die gewone mensen bedreigen, waar ze meestal zelf geen invloed op hebben. Want vergis u niet, het werk van centrale banken is van directe invloed op uw leven en op dat van een ieder ander. Zij zorgen ervoor dat prijzen stabiel blijven. Dat banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen solide en integer zijn. En dat u efficiënt en veilig kunt betalen. Zodat de economie kan floreren en gewone mensen een bestaan kunnen opbouwen in de wetenschap dat hun geld zijn waarde houdt en veilig is. Mijn eigen economische coming of age vond plaats tijdens de diepe recessie begin jaren 80. Ik was een jongen van een jaar of 15 en ik zag avond aan avond op televisie het nieuws over faillissementen. De werkloosheid en de inflatie waren de hoogte ingeschoten en elke blik in de schatkist liet weer een dieper gat zien. En ik zag ook de sociale gevolgen, soms van heel dichtbij. Door de dalende prijzen op de woningmarkt stond mijn ouderlijk huis, zoals dat zo mooi gezegd werd, onder water. De stress die dat gaf bij mijn ouders, die kan ik me nog goed herinneren. En ik raakte gefascineerd door de vraag, hoe kan een economisch systeem zo uit de rails lopen? Het was het begin van een levenslange interesse voor de economie. En opnieuw bevinden we ons vandaag in een economische storm, maar nu wel onder heel bijzondere omstandigheden. Eén blik op deze zaal volstaat om dat in te kunnen zien. Door het coronavirus is de wereldeconomie in een diepe recessie gekomen. Ook de Nederlandse economie heeft een zware klap gekregen. Het fundament onder de Nederlandse economie is gelukkig sterk. De overheid is de crisis ingegaan met diepe zakken, zoals minister Hoekstra zo treffend zei. En dat heeft de overheid in staat gesteld een belangrijk deel van de klap voor huishoudens en bedrijven op te vangen. En dankzij de stevige kapitaalbuffers hebben de banken ook de ruimte om de kredietkraan open te houden. Dat laat maar eens weer eens zien hoe ontzettend belangrijk het is om in goede tijden buffers op te bouwen.
de grijs gedraaide plaat van de Nederlandse Bank. U zult hem herkennen. Maar goed, zoals een van mijn voorgangers al zei, grijs gedraaide platen zijn wel vaak de beste platen. Het sterke fundament onder de Nederlandse economie maakt dat we ook deze crisis uiteindelijk weer te boven zullen komen. Ik maak me eerlijk gezegd wat meer zorgen over Europa. De Europese economie zal dit jaar naar verwachting eveneens fors krimpen. De veerkracht om van deze klap te herstellen is echter niet in alle Europese landen even groot. Met name over de zuidelijke lidstaten maak ik me zorgen. Niet alleen omdat het coronavirus de meeste van hen hard heeft getroffen, maar ook omdat de economieën van die landen eigenlijk al jaren aan het kwakkelen waren. Wat we de afgelopen maanden hebben gezien, is dat de discussie dan snel weer over de toekomst van de euro gaat. En dat is slecht nieuws voor Europa. Dit alles roept belangrijke vragen op. Vragen waar ik het vanavond met u over wil hebben. Hoe komt het dat economische schokgolven, zoals de bankencrisis van 2008 en nu de coronacrisis, het eurogebied steeds uit zijn evenwicht brengen? En hoe kunnen we Europa beter bestand maken tegen dit soort schokken? Niet met het oog op deze crisis, maar ook met het oog op de toekomst. Dames en heren, ik zal u laten zien hoe het komt dat Noord- en Zuid-Europa de neiging hebben om economisch uit elkaar te groeien. Ik zal u laten zien dat we altijd nog veel baat hebben bij Europese samenwerking. Maar dat we dan wel iets aan die scheefgroei moeten doen om dat voordeel ook te behouden. En ik zal betogen dat we daar ook iets aan kunnen doen. Namelijk door gezamenlijke uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden. En het economische beleid en Noord en Zuid beter op elkaar af te stemmen. Dat is niet eenvoudig, maar het is wel nodig voor een goed functionerende muntunie en een sterk Europa. In het belang van duurzame welvaart voor die gewone Nederlanders. Goed, ik wil beginnen iets te zeggen over die economische voordelen die Europa ons brengt, die Europa ons heeft gebracht en eigenlijk nog steeds brengt. Ik denk dat u dit soort archieffoto's wel herkent. Een groot schip, mensen op de kade die hun familie staan uit te zwaaien, soms met zakdoek in de hand. Het archetypische beeld van de naoorlogse emigratie. Tussen 1945 en 1967 vertrokken 500.000 Nederlanders naar landen als Canada, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Voor een beter leven. Ze waren niet de enige. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog verlieten enkele miljoenen Europeanen hun continent. En daar hadden ze ook alle reden toe. In 1947 zag het er somber uit voor Europa. Het continent zat financieel aan de grond, aan alles was gebrek en de wederopbouw kwam maar moeizaam op gang. De uitbraak van de Koude Oorlog verlamde de Europese politiek. Het had misschien niet eens zoveel gescheeld of Europa was gewoon een failed continent geweest. Maar de geschiedenis nam gelukkig een andere wending. Europa richtte zich op uit de puinhopen van twee wereldoorlogen en decennia van bittere tweedeling en werd één van de meest vrije en welvarende plekken ter wereld. We zijn er inmiddels zo aan gewend dat we vaak vergeten hoe onwaarschijnlijk dat eigenlijk destijds was. En dat wonder, dames en heren, dat Europese wonder is voor een niet te onderschatten deel te danken aan Europese samenwerking. Neem de Europese interne markt, het geheel aan regels dat het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal mogelijk maakt. Er is veel onderzoek gedaan naar de baten van die interne markt. En uit deze studies rijzen eigenlijk stevast twee conclusies op. De eerste is dat elke lidstaat van de interne markt profiteert. En de tweede is dat kleine open economieën als de Nederlandse de meeste vruchten daarvan plukken. En dat ziet u hier. Al met al laten deze studies zien dat de jaarlijkse baten van de interne markten voor Nederland ergens tussen de 6.000 en 10.000 euro per huishouden bedragen. Zelfs als we rekening houden met de betalingen van Nederland aan de EU-begroting, blijven de baten dus ruim positief. Met andere woorden, in Nederland verdienen we een flink belegde boterham aan de Europese interne markt. Maar, zult u nu vragen, hoe zit het dan met de euro?
onze gemeenschappelijke munt. Hoe valt de balans daaruit? Zoals u wellicht weet, is de totstandkoming van de euro in de eerste plaats een politiek project geweest. De besprekingen over de economische en monetaire unie kwamen pas in een stroomversnelling na de val van de Berlijnse muur. Duitsland was weer één land geworden. De andere Europese partners, de Fransen voorop, was er veel aan gelegen om het herenigde Duitsland voor altijd in te bedden in een verenigd Europa. Dat was de deal die Mitterrand met Kohl sloot. Jullie de hereniging, wij de euro. Naast politieke redenen waren ook sterke economische argumenten voor een gemeenschappelijke munt. Een interne markt als de Europese, waar landen zo intensief met elkaar handelen, heeft baat bij vaste wisselkoersen. Dat vermindert de onzekerheid rondom buitenlandse investeringen en maakt het ook makkelijker om prijzen te vergelijken tussen landen. En dat bevordert weer de concurrentie en de handel. De euro heeft daarmee het succes van de interne markt verankerd. Maar één gemeenschappelijke munt heeft helaas ook nadelen. Zeker voor een groep landen die economisch onderling nogal verschillen. Zo betekent een gemeenschappelijke munt dat je één gezamenlijk renteniveau hebt. En dat is niet altijd voor elk land passend. Dat kan bijdragen aan de opbouw van schulden of te snel stijgende huizenprijzen. En de onherroepelijke koppeling van wisselkoersen zorgt niet alleen voor stabiliteit. Het betekent ook dat landen de wisselkoers niet langer als vluchtroute kunnen gebruiken om hun concurrentiekracht te herstellen. Mede daardoor hebben niet alle eurolanden evenveel profijt van de euro gehad. Om het maar heel direct te zeggen, landen met een sterkere economie, zoals Nederland, hebben meer geprofiteerd dan landen met een zwakkere economie. Waarom werkt een gemeenschappelijke munt in het voordeel van sterkere economieën? Dat moet ik u uitleggen. En laat ik dat doen aan de hand van het voorbeeld van Nederland en Italië. De onderlinge wisselkoersen van eurolanden zijn bij de invoering van de euro in 1999 als het ware bevroren. Sindsdien is de productiviteitsgroei in Nederland hoger geweest, structureel hoger, dan in Italië. En dat laatste is overigens waar economen als ik aan refereren als ze het hebben over sterkere en zwakkere economieën. Dus hogere productiviteit, lagere productiviteit. Productiviteitsgroei betekent dat je met dezelfde productiemiddelen meer of betere producten kunt maken en dus zo ook een betere prijs-kwaliteitsverhouding kunt bieden. Om de Italiaanse producten concurrerend te houden met de Nederlandse producten zou de Italiaanse munt dus in waarde hebben moeten dalen ten opzichte van onze munt. Hierdoor zouden de Italiaanse producten opnieuw goedkoper zijn geworden. Nou, voordat we de gulden en de lire definitief aan elkaar koppelden, zagen we ook regelmatig dit soort afwaarderingen van de lire. Maar dat is nu natuurlijk niet meer mogelijk. En dat ziet u heel mooi in dit plaatje, waar we de wisselkoers van de gulden ten opzichte van de Italiaanse lire hebben afgebeeld. Waar je begin jaren 70 bijna 6 gulden nodig had om 1000 lire te kopen, was dat in 1999 nog maar ruim 1 gulden voor 1000 lire. Zolang de Italiaanse productiviteitsgroei achterblijft bij de Nederlandse, is het enige alternatief dat de Italiaanse lonen ook structureel achterblijven bij de Nederlandse. Maar onze loongroei is al heel bescheiden. En dat zou dus betekenen dat er in Italië vrijwel geen ruimte meer is voor loonstijgingen. En met onze ingebakken neiging om bij elke recessie vlotjes naar het instrument van loonmatiging te grijpen, zouden Italiaanse lonen zelfs af en toe omlaag moeten. Loonkortingen dus. Economen zijn best goed in het bedenken van dit soort conceptueel zuivere oplossingen. Maar herinnert u zich nog de wekenlange ambtenarenprotesten begin jaren 80, toen het kabinet Lubbers het mes zette in onze ambtenarensalarissen? Toen het vuilnis zich tot op grote hoogte opstapelde in onze straten? Kortingen van het maandelijkse inkomen zijn in de praktijk gewoon heel problematisch. En dat geldt net zo goed voor de Italianen als voor de Nederlanders. Nederland geniet dankzij de euro dus
een sterkere concurrentiepositie dan wanneer we nog een eigen munt zouden hebben. Ten opzichte van Zuid-Europa, maar ook ten opzichte van de rest van de wereld. Dankzij de minder sterke wisselkoers van die ene euro. En dat geeft een impuls aan onze export. Zo komen we als Nederland aan dat enorme handelsoverschot. We exporteren immers veel meer dan we importeren. Dat levert hogere bedrijfswinsten op en betekent ook dat de Nederlandse staat meer belastingen int. Je zou dus kunnen zeggen dat niet alleen de Nederlandse economie, maar ook de Nederlandse schatkist door de euro altijd dat beetje extra wind in de rug heeft. Voor een land als Italië, waar de productiviteit minder hard groeit, geldt grosso modo het omgekeerde. Om het iets wat gechargeerd te stellen, sterkere economieën profiteren van de gemeenschappelijke wisselkoers, terwijl zwakkere economieën daar juist relatief last van ondervinden. Dat zorgt ervoor dat sterkere en zwakkere economieën de neiging hebben om uit elkaar te groeien. En als die scheefgroei te lang voortduurt, dan leidt dat tot problemen, zoals we bijvoorbeeld tijdens de eurocrisis in 2011 hebben gezien. Toen kwam er een trits aan zuidelijke eurolanden in grote financiële problemen. Nu zou je kunnen zeggen, tja, dat is dan maar zo. Hadden we niet in het verdrag van Maastricht destijds afgesproken dat eurolanden financieel ieder hun eigen boontjes zouden doppen? De beroemde no bail-out clausule. Ik zou haast zeggen, was het maar zo simpel. Natuurlijk is en blijft elk land primair verantwoordelijk voor de eigen economie en de eigen overheidsfinanciën. Maar we zijn er in 2011 wel op pijnlijke wijze achtergekomen dat we eurolanden in financiële moeilijkheden niet aan hun eigen lot kunnen overlaten. Dat zou financiële krachten ontketenen die zomaar zouden kunnen leiden tot het uiteenvallen van de euro. De economische en politieke ravage die dan zou ontstaan is letterlijk niet te overzien. Je weet gewoon niet wat je dan lostrekt. Dat moeten we dus echt niet met elkaar willen. Zolang het fenomeen van scheefgroei bestaat, zullen sterkere economieën dus af en toe moeten inspringen voor zwakkere economieën. Maar veel beter is het natuurlijk om die scheefgroei zelf te lijf te gaan. Het is namelijk ook weer niet zo dat de verschillen tussen Noord en Zuid een door God gegeven natuurverschijnsel zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat u zich afvraagt, waarom hervormen die landen in Zuid-Europa dan niet, zodat hun economieën even productief worden als die van Duitsland en Nederland? Ja, en dat zal uiteindelijk ook moeten gebeuren. En het is ook een ongemakkelijk feit dat de afgelopen jaren daarvoor veel kansen onbenut zijn gebleven. Niet alleen bij het hervormen van de economie, maar ook bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het opschonen van de bankbalansen. Buffers aanleggen in goede tijden, het dak repareren wanneer de zon schijnt, zo kent u mij weer. Mensen in het noorden die daarover mopperen, hebben dus zeker een punt. Maar weet u, de Duitsers hebben daar ook wel weer een mooie uitdrukking voor. Hette, hette, Fahrradkette. Als ik vroeger naar het seminarium was geweest, was ik nu misschien paus geweest. Ik zal u overigens verklappen dat een van mijn voorgangers ooit die stille ambitie had. Maar we hebben nu met z'n allen gewoon weer een nieuwe crisis op te lossen. En dat is de coronacrisis. En het wrange van deze crisis, en ik zou ook zeggen het gevaarlijke voor Europa, is dat juist die landen in het eurogebied met de meest kwetsbare economieën nu ook door het virus weer hard zijn getroffen. En dat heeft natuurlijk helemaal niets met de euro te maken. Maar het betekent wel dat die landen nu opnieuw harde klappen krijgen. Ook zij moeten, net als Nederland, fors ingrijpen om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en burgers te verzachten. Gevolg hiervan is dat ook hun overheidsfinanciën en hun overheidsschulden verder oplopen. En ze hadden financieel al zo weinig vet op de botten. Hierdoor bestaat het risico dat de overheden in deze landen al moeten beginnen met bezuinigen voordat hun economie zich überhaupt heeft kunnen herstellen. En dat zal de economische neergang daar in eerste instantie weer verder versterken. Neem een land als Griekenland. Dat had eind 2019 al een staatsschuld van 175% van het nationaal inkomen. Griekenland is de
rode balk hier helemaal links op dit plaatje. Griekenland is natuurlijk niet in staat om zijn economie op dezelfde manier te ondersteunen zoals Nederland dat kan. Even ter vergelijking, 175%, dat is meer dan 3 keer zoveel als de Nederlandse staatsschuld. Dus als we niets doen, betekent dat nog meer economische scheefgroei in Europa en daarmee het risico op terugkerende eurocrisis. Maar in het verlengde hiervan maak ik me ook nog om iets anders zorgen. En dat is dat de scheefgroei het maatschappelijk draagvlak voor de euro onder druk gaat zetten. De steun voor de euro onder de bevolking in het eurogebied is gelukkig nog onverminderd hoog. En dat is gewoon goed nieuws. Maar kunnen we er voetstoots van uitgaan dat dat ook zo blijft? Zuid-Europa plukt relatief weinig vruchten van de euro. En in Noord-Europa hebben mensen vaak het gevoel steeds weer voor onze mediterrane broeders en zusters te moeten inspringen en hen uit de penarie te moeten helpen. Structurele overdrachten van geld zijn in het algemeen slecht voor de sfeer. Niet alleen aan de kant van de gevers, maar ook bij de ontvangende partij ontstaat al snel een ongemakkelijk gevoel van minderwaardigheid. Dat zie je zelfs binnen landen waar sprake is van structurele overdrachten van de ene regio naar de andere. Denk aan België, denk aan Italië. Als wij dan ook nog twijfelen aan het arbeidsethos van de Italianen, een land waar de gemiddelde werkende per jaar bijna 300 uur meer werkt dan in Nederland, dan kunt u zich voorstellen dat dit de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt. Ik wil nog even op dat draagvlak doorgaan, omdat ik in Europa ook nog een andere potentieel gevaarlijke trend bespeur. En dat is dat het draagvlak voor vrijhandel in het algemeen onder druk staat. Een groeiende groep Europeanen gelooft bijvoorbeeld dat globalisering wel goed is voor hun land als geheel, maar niet voor hen persoonlijk. In ons eigen land zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Zo ziet ruim 1 op de 5 Nederlanders meer nadelen dan voordelen van globalisering. Met name de mensen met lagere inkomens ervaren voor hun gevoel vooral de nadelen. Daar zit helaas een behoorlijke kern van waarheid in. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zonder meer sterk geprofiteerd van de vrijhandel, van de interne markt en van de euro. Maar dat geldt toch iets minder voor de Nederlandse huishoudens. De afgelopen decennia is het besteedbaar inkomen van huishoudens namelijk minder hard gegroeid dan die van de economie als geheel. Kijkt u maar eens even naar dit plaatje. De rode lijn geeft de groei weer van de Nederlandse economie sinds 1995 en de blauwe lijn laat het beschikbaar inkomen van huishoudens zien. Hoe komt het dat deze twee lijnen uiteen zijn gaan lopen? Wel nu, voor een belangrijk deel omdat het aandeel van ons nationaal inkomen dat aan werknemers wordt uitbetaald, gestaag is afgenomen. Terwijl het aandeel dat naar de kapitaalverschaffers gaat, is gestegen. Dit is overigens geen typisch Nederlands verschijnsel. Ook in andere westerse economieën zien we dezelfde trend. Dat werkenden in Nederland een steeds kleiner stuk van de economische taart krijgen, heeft ook te maken met globalisering en technologische vooruitgang. Maar in Nederland is er ook nog iets anders aan de hand. En dat is de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Die is te ver doorgeschoten. Daar zijn vriend en vijand het inmiddels wel over eens. De vaak kwetsbare positie van flexwerkers en ZZP'ers is vanuit sociaal oogpunt al reden tot zorg. Maar bovendien, en nu haak ik weer even aan bij mijn betoog over Europa, bovendien heeft het er ook toe bijgedragen dat werkenden een steeds kleiner stuk van de taart krijgen. En als een groot deel van hen Europa vervolgens als een ondernemersfeestje gaat beschouwen, waar zij de voordelen maar beperkt in de eigen portemonnee terugvoelen, dan gaat dat het draagvlak voor het Europese project ondermijnen. Goed, om het tot hier nog even voor u samen te vatten. De euro is een belangrijke pijler onder de interne markt. En die interne markt die levert ons behoorlijk wat welvaart op. Maar de euro heeft ook de neiging om tot economische scheefgroei binnen Europa te leiden. De huidige coronacrisis versterkt dat fenomeen.
En als we niets doen, lopen we het risico weer in een nieuwe eurocrisis te belanden. En kan het draagvlak voor Europese integratie onder druk komen te staan. In de zwakkere economieën in Zuid-Europa, omdat men er te weinig de vruchten van plukt. En in de sterkere economieën als Nederland, omdat de voordelen en daarmee ook de samenhangende bereidheid om voor Zuid-Europa in te springen, ongelijk verdeeld zijn. Ik meen dat Nederland zich daar zorgen over zou moeten maken. Niet alleen vanwege welbegrepen economisch eigenbelang. Maar ook omdat Europa natuurlijk nog zoveel meer is dan alleen het financiële verkeer. We hebben te maken met verschuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel. De ene grootmacht trekt zich in verwarring terug, nieuwe grootmachten komen op. Helaas niet altijd landen die er dezelfde waarden op nahouden als wij. Voor grote aantallen vluchtelingen is Europa dat baken van vrijheid, vrede en welvaart, waarvoor ze bereid zijn hun leven op het spel te zetten. Dat is enerzijds een teken van kracht. Anderzijds is het ook een enorme uitdaging voor de Europese samenleving. En dan is er nog de klimaatcrisis. Als wij onze ambitie willen waarmaken om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, dan zullen wij de overgang naar een klimaatneutrale economie rond 2050 moeten voltooien. Daar zijn veel groene investeringen voor nodig. Investeringen die overigens een stuk makkelijker van de grond komen als we tegelijkertijd de prijs op uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen verhogen. Kortom, hoe gaan we ervoor zorgen dat we ook duurzaam uit deze economische crisis komen? Verschuivende machtsverhoudingen, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis. Je hoeft echt geen eurofiel te zijn om te beseffen dat we deze grensoverschrijdende uitdagingen beter het hoofd kunnen bieden op Europees niveau dan op nationaal niveau. En dit vraagt om Europese samenwerking binnen een sterke Europese Unie. En dat laatste is weer onlosmakelijk verbonden met het versterken van het fundament van de muntunie. En dat kan ook heel goed. De onvolkomenheden in de economische en monetaire unie die ik eerder heb geschetst, die zijn geen fenomeen zoals het coronavirus, dat zomaar vanuit het niets over ons is gekomen. We hebben ze zelf gecreëerd. En dat betekent dat we ze ook zelf kunnen repareren, als we dat willen. Daarvoor zijn mijns inziens 3 dingen nodig. Het eerste is dat deze coronacrisis nu gezamenlijk en effectief wordt bestreden. De Europese regeringsleiders hebben dat deze zomer, wat mij betreft, uitstekend gedaan met de oprichting van het herstelfonds. Het tweede is dat de landen in de muntunie hun begrotingsbeleid beter op elkaar afstemmen, waarbij de hoogte van de staatsschuld een leidende rol zou moeten hebben. En het derde is dat we ook de andere onderdelen van het economische beleid beter op elkaar moeten afstemmen. Laat ik u in het vervolg van mijn verhaal nu meenemen hoe ik dat voor mij zie. De Europese regeringsleiders hebben deze zomer in korte tijd een belangrijke stap gezet in de bestrijding van de coronacrisis, met hun besluit om een Europees herstelfonds op te richten. In het publieke debat is de vergelijking gemaakt met de Marshallhulp aan het naoorlogse Europa. Ik vind die vergelijking heel goed van toepassing. De elementen die het Marshallplan tot een succes maakten, zien we namelijk terug in het plan voor het Europese herstelfonds. Het herstelfonds is geen noodhulp, maar het ondersteunt investeringen in de landen om hun groeipotentieel te versterken. De ontvangende landen houden in belangrijke mate een eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het geld wordt besteed, binnen gestelde randvoorwaarden. De financiering is zodanig vormgegeven dat de Zuid-Europese landen zelf niet nog dieper in de schulden belanden. En het fonds is van omvang om ook echt van voldoende omvang om ook echt een verschil te kunnen maken. Ook is het goed dat bij het besteden van het geld voorrang wordt gegeven aan investeringen op het gebied van digitalisering
en het klimaat neutraal maken van onze economie. Daarmee slaan we namelijk twee vliegen in één klap. We verkleinen het gat tussen koplopers en achterblijvers en we investeren in het duurzame groeivermogen van het eurogebied. De kracht van het voorstel zit verder niet alleen in de gezamenlijkheid, maar ook in het tijdelijke karakter ervan. Structurele overdrachten van het ene naar het andere land zorgen al snel voor scheve gezichten. Dat zagen we immers ook elders. Bij het herstelfonds is hiervan geen sprake. Het fonds is tijdelijk, er vinden geen directe overdrachten tussen landen plaats en ook worden de landen niet verantwoordelijk voor elkaars schulden. Een uitstekend initiatief dus, dat herstelfonds. Maar er is meer nodig. En nu kom ik op het tweede punt van mijn lijstje. Als we de scheefgroei binnen Europa een halt willen toeroepen, dan zullen we ook het begrotingsbeleid beter op elkaar moeten afstemmen. In de Europese begrotingsregels hebben we de afgelopen jaren vooral aandacht gehad voor het maximale begrotingstekort, de bekende 3% van het nationaal inkomen. Maar hierdoor bleken de regels vooral streng in slechte tijden en niet effectief in goede tijden. Ze versterkten daarmee de pieken en dalen van onze economie in plaats van ze af te vlakken. Bovendien was er weinig oog voor verschil tussen landen. Zo moest na de financiële crisis van 2008 elk land met een te hoog tekort in ongeveer hetzelfde tempo gaan bezuinigen, ongeacht het niveau van de staatsschuld. Een les hieruit is, wat mij betreft, dat we meer aandacht moeten hebben voor de schuldpositie van landen. Het verdrag van Maastricht hanteert voor de staatsschuld een eikpunt van 60% van het bruto binnenlands product. Een soort flexibel maximum. Je mag er wel overheen, maar dan moet je daarna wel een geloofwaardig pad ingaan terug naar de 60%. Dat eikpunt dat zou wat mij betreft in ere moeten worden hersteld. Het is gewoon een herkenbare waarde die ruimte laat voor landen om hun schuld tijdelijk te laten oplopen in tijden wanneer het economisch slecht gaat. Het tempo waarin landen naar dit eikpunt terugkeren zou wel meer dan nu onderling moeten kunnen verschillen. Landen met een hoge staatsschuld moeten vanzelfsprekend in betere tijden een grotere inspanning leveren om hun schuld te laten dalen dan landen met een lagere staatsschuld. Dit doet meer recht aan verschillen in de uitgangspositie en ook de Europese economie profiteert wanneer niet alle landen de budgettaire teugels op hetzelfde moment moeten aantrekken. Daarnaast vind ik dat we bij het terugdringen van de staatsschuld meer de nadruk moeten leggen op hervormingen die de economische groei bevorderen, in plaats van bezuinigingen die de groei vaak in eerste instantie afknijpen. Zonder robuuste groei is het voor landen met een hoge staatsschuld gewoon heel moeilijk om de schuld weer in een gezonde verhouding tot de omvang van de economie terug te brengen. Dat hebben we wel gezien. En als bezuinigingen dan toch onontkoombaar zijn, dan zouden de begrotingsregels in ieder geval bescherming moeten bieden aan de overheidsinvesteringen. Deze investeringen, bijvoorbeeld in wegen, in duurzame energievoorziening, onderwijs en wetenschap, die zijn in het verleden te vaak het kind van de rekening geweest. Chronische onderinvestering in landen met een hoge schuldenlast heeft het groeipotentieel van hun economieën aangetast. En ook dat heeft deze landen verder achterop doen raken. Als we nu even weer naar Nederland kijken, wat betekent dit dan voor het Nederlandse begrotingsbeleid in de komende kabinetsperiode? De Nederlandse staatsschuld die zal de komende jaren naar verwachting toenemen van zo'n 50% naar meer dan 60% van het bruto binnenlands product. Dat is weliswaar een snelle stijging, maar dankzij onze riante uitgangspositie komen we uit op een niveau dat nog altijd goed te hanteren is. Daarom zie ik nu ook geen reden om over te gaan tot bezuinigingen of belastingverhoging. Het zou immers best kunnen zijn dat ons economisch herstel ook in 2020 nog broos van karakter is. Wat we nu wel moeten doen, is het groeipotentieel van de Nederlandse economie versterken, met structurele hervormingen en tijdelijke, gerichte investeringen. Dat laatste is uiteraard geen pleidooi voor ongebreidelde groei van overheidsuitgaven. Er zullen immers altijd weer nieuwe en ook onverwachte
tegenslagen komen. Daarom lijkt het me wel verstandig om voorlopig terughoudend te zijn met nieuwe beleidswensen die de overheidsfinanciën structureel belasten. Dit voor wat betreft het begrotingsbeleid in Europa en in Nederland. Het derde punt op mijn to-do-lijstje om de Europese scheefgroei aan te pakken is meer afstemming op andere onderdelen van het economische beleid. Ik heb het al gehad over de uiteenlopende concurrentiekracht van de lidstaten in het eurogebied en hoe dat bijdraagt aan grote handelsoverschotten in sommige landen en handelstekorten in andere landen. Willen we dit probleem effectief aanpakken, dan moeten alle lidstaten hun bijdrage leveren. Zwakkere economieën moeten hervormingen doorvoeren die hun productiviteit en hun concurrentiekracht verhogen. Dat is goed voor de export, voor de economische groei, voor de werkgelegenheid en daarmee ook voor de staatsschuld. Het punt dat ik hier wil maken, hier in Nederland, is dat deze hervormingen meer kans van slagen hebben als de sterkere economieën ook hun deel van het huiswerk doen. Dat betekent voor deze landen hervormingen doorvoeren die zorgen voor meer bestedingsruimte bij huishoudens, zodat ze ook meer kunnen gaan importeren en dat het handelsoverschot iets afneemt. Dat helpt niet alleen de zwakkere economieën, de sterkere economieën zelf profiteren hier ook van. Want achter grote en persistente handelsoverschotten schuilen namelijk vaak onderliggende problemen, zoals geld dat om fiscale redenen in bedrijven achterblijft of een te trage loongroei. Als ik dat dan even weer naar Nederland vertaal, dan betekent dat dus ook voor ons werk aan de winkel. Zo kunnen we ons belastingstelsel nog eens kritisch tegen het licht houden, zodat arbeid minder zwaar belast kan worden en werkenden onder de streep meer overhouden. En moeten we de onbalans op de arbeidsmarkt tussen vast en flex aanpakken door fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Hier liggen wat mij betreft dan ook belangrijke uitdagingen voor de komende kabinetsperiode. Samenvattend heb ik het gehad over het herstelfonds, over de afstemming van begrotingsbeleid en over de afstemming van het economisch beleid. Zijn we er dan? Nee, helaas nog niet helemaal. Er ontbreekt toch nog een stukje. Het fonds waartoe de Europese regeringsleiders nu hebben besloten om de coronacrisis te bestrijden, is eenmalig en tijdelijk. En ik heb al gezegd dat ik dat ook een krachtig element ervan vind, en dat meen ik. De landen in de eurozone zijn en blijven zelf primair verantwoordelijk voor een gezonde economie en dus ook voor de hervormingen en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Nogmaals, noordelijke eurolanden moeten hervormen om hogere loongroei en binnenlandse vraag teweeg te brengen. Zuidelijke eurolanden moeten hervormen om concurrerender te worden en om zodoende hun schuldenlast terug te brengen. Maar laten we realistisch zijn. Dit kost tijd. Landen als Griekenland en Italië, die zullen er ook bij gewoon goed beleid waarschijnlijk tientallen jaren over doen om deze situatie te bereiken. De staatsschuld van deze landen is in de komende tijd gewoon nog te hoog om een nieuwe recessie zonder forse bezuinigingen door te komen. Zeker bij een grote Europa-brede crisis. Het zal voor hen een hele uitdaging worden om onder die omstandigheden de overheidsinvesteringen op peil te houden. Sowieso zal het perspectief van een structureel hogere belastingdruk voor buitenlandse investeerders in die landen weinig aanlokkelijk zijn. Maar dan lopen we dus het risico dat deze landen opnieuw achterop raken. En dan dreigt onze doelstelling van een sterkere muntunie opnieuw uit beeld te raken. We zullen dus ook nog moeten nadenken hoe we dit soort situaties het hoofd kunnen bieden. En eerlijk gezegd, ik ben daar nog niet uit. Het herstelfonds schept natuurlijk een relevant precedent. Maar van structurele overdrachten komen scheve gezichten. Dat hebben we al vastgesteld. Een andere optie die je zo zou kunnen langslopen is het allicht mogelijk maken van schuldherstructurering binnen de muntunie. Dat wil zeggen dat het land met zijn schuldeisers, de voornaamste schuldeisers, om tafel gaat zitten om te praten over een vermindering van de schuldenlast. Zonder dat meteen het lidmaatschap van de euro op het spel komt te staan. Maar ook deze optie is verre van probleemloos. Zeker zolang een
groot deel van deze schuld nog bij het lokale bankwezen is geconcentreerd. Een afwaardering van de overheidsschuld leidt dan tot grote verliezen in dat lokale bankwezen en vervolgens mogelijk kapitaalvlucht. En daardoor zou dan het lidmaatschap van de euro alsnog onder druk komen te staan. Ongeveer dit scenario voltrok zich in Griekenland een aantal jaren geleden. Aan beide opties, een permanent fonds en aan schuldherstructurering, kleven dus grote, grote nadelen. Maar zolang het probleem van scheefgroei niet is verholpen, zal er dus nog wel af en toe iets extra's worden gevraagd om de Europese karavaan ook in mindere tijden bijeen te houden. En dat zal dus de komende jaren nog echt wel het nodige denkwerk vereisen. Goed, alles bij elkaar zie ik de route naar een sterkere muntunie dus als volgt voor me. Europese overheden die investeren in duurzame groei, individueel en wanneer nodig gezamenlijk, onder nauwere afstemming van het economisch beleid. Die afstemming die impliceert wederkerigheid, een eerlijke rolverdeling met rechten en plichten. En dat betekent dus ook dat we wat nationale bewegingsvrijheid inleveren. Dat is nogal wat. Dat realiseer ik me terdege. Er is geen land dat lichtvaardig soevereiniteit opgeeft. Daar is ook moed voor nodig. Maar eerst even de vraag, wat krijgen we daarvoor terug? Het vooruitzicht op een stabielere en een welvarender muntunie, waar alle landen delen in de lusten en de lasten. En waar de balans tussen lusten en lasten voor alle landen positief is. Zodat de sfeer niet wordt verziekt door discussies over wie nu de zwaarste lasten tilt. En waardoor in en voor Europa meer goodwill ontstaat. Wat het weer gemakkelijker maakt om samen de grote uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden. Kortom, welbegrepen eigenbelang. Er zullen mensen zijn die zeggen, nog meer Europese integratie nu, daar is toch helemaal geen draagvlak voor? Wel, tegen die mensen zeg ik dit. We kunnen er ook voor kiezen om het niet te doen. Geen verdere Europese integratie, geen verdere risicodeling. Dat kan, zeker. Maar ook daar betalen we een prijs voor. En die prijs die bestaat uit groeiende economische ongelijkheid tussen de eurolanden, meer schuldencrisis, meer noodsteun en ik ben ervan overtuigd een lagere welvaart. En dan zal ook de euro op enige termijn niet houdbaar blijken. En die prijs die zal naar ik vrees opnieuw worden betaald door de gewone mensen. De mensen waar de naamgever van deze lezing zo mee begaan was. Tja, er zullen ook mensen zijn die zeggen, nou ja, dan maar liever wat armer en wat meer vrijheid. Take back control. Maar werkt het wel zo? Hoe soeverein waren we eigenlijk zonder de euro? Om onze spulletjes in het buitenland te kunnen slijten, moesten we toch altijd al rekening houden met de wensen van de klant? Dat wisten onze voorouders eeuwen geleden al. Vandaag de dag betekent dit dat we ons sowieso veelal bij internationale regelgeving zullen moeten aansluiten. Bedenk, landen als Zwitserland en Noorwegen, die geen lid zijn van de Europese Unie, die houden zich daarom op veel vlakken aan de Europese regelgeving, zonder zelf enige invloed op die regels te kunnen uitoefenen. Landen als Denemarken en Zweden, die geen lid zijn van de eurozone, die streven niettemin een stabiele wisselkoers ten opzichte van de euro na. Ze accepteren daarmee grosso modo het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en ze betalen ook nog mee aan het Europese Herstelfonds. En in Groot-Brittannië, tenslotte, zien we op dit moment hoe moeilijk het is om een tussenweg te vinden tussen soevereiniteit en vrijhandel. Naar mijn mening is daarom Europese integratie de beste keuze. Is dat een gemakkelijke weg? Nee. Hebben we daar meer draagvlak onder de burgers voor nodig? Ja. Maar laten we dan aan dat draagvlak gaan bouwen. Daarvoor is nodig dat beleidsmakers de voor- en nadelen van de Europese samenwerking duidelijk zichtbaar en ook bespreekbaar maken. Verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen die ze samen gezamenlijk in Brussel nemen.
en er bovenal ook voor zorgen dat de voordelen van de Europese samenwerking breder neerslaan in onze samenleving. De Brexit heeft het belang daarvan nogmaals onderstreept. Goed, dames en heren. De economische en monetaire unie die ziet er vandaag anders uit dan de opstellers van het verdrag van Maastricht in 1992 hadden voorzien. Ze hadden verwacht dat door de komst van de euro en geholpen door de regels voor de overheidsfinanciën, de economische verschillen tussen lidstaten geleidelijk aan kleiner zouden worden. Dat is niet gebeurd. En op een aantal terreinen zijn we daarom afgedreven van wat onze voorgangers destijds met het verdrag voor ogen hadden. Dat was onvermijdelijk. Vasthouden aan de geest van het verdrag op het hoogtepunt van de eurocrisis had onze muntunie waarschijnlijk de kop gekost. Ook de wereld om ons heen is veranderd. Denk aan de geopolitieke verschuivingen, denk aan de grote opgaven waarvoor we staan op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Dit alles vraagt om meer Europese samenwerking. Maar daarmee zitten we nu wel in een andere muntunie dan we destijds in de jaren 90 voor ogen hadden. Waarin we meer risico's met elkaar delen. En waarin we ons beleid meer op elkaar zullen moeten afstemmen. We hebben de afgelopen jaren de grenzen van het verdrag opgezocht. En er is ook geen garantie dat het hierbij zal blijven. Dat vraagt mijns inziens om een herbevestiging van ons politieke mandaat. Centrale bankiers als ik hebben het daarbij niet voor het zeggen. Het is aan de politiek om keuzes te maken voor de toekomst en die keuzes op heldere wijze aan de kiezer voor te leggen. Daarom hoop ik, of eigenlijk reken ik, op een stevig Europa-debat in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komend voorjaar. Als we een sterk Europa willen, dat de gewone mensen beschermt tegen de risico's die hen bedreigen. Als we een Europa willen, dat werkt voor iedereen. Als we een Europa willen, dat duurzaam is. Dan moeten we ook de bereidheid hebben om de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. Nogmaals, door ons economisch beleid beter op elkaar af te stemmen en door gezamenlijk te investeren in duurzame groei. Met als basis de eigen verantwoordelijkheid van lidstaten om het eigen huis op orde te brengen. In het besef dat alle lidstaten hun deel moeten doen, ook Nederland. En met het vooruitzicht dat we hier uiteindelijk allemaal beter van worden. Op 22 november 1989, en dat was precies 13 dagen na de val van de Berlijnse muur, sprak de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, het Europees Parlement toe. En hij sprak over de opdracht waar de Europese gemeenschap voor stond in die historische dagen. En hij zei: het toeval helpt soms. Moed helpt altijd. Ik wens u en onze politici in de komende periode veel moed toe. Ik dank u wel.